Ik ben Angela Harsten, directeur van basisschool Klinkers uit Tilburg. En vanaf het begin van het ontstaan van de school betrokken bij de innovatie en de vernieuwingen met betrekking tot onderwijs en technologie. Wij vinden het belangrijk om met kinderen vanuit een betekenisvolle en samenhangende context te werken. We integreren de vakken zoveel mogelijk. Eigenaarschap van leerlingen en het stellen van eigen leervragen is voor ons heel erg belangrijk. Technologie, de integratie van ICT speelt daarin een belangrijke rol. En de 21st Century Skills hebben we daarin totaal geïntegreerd. Wij zijn Microsoft Innovative School geworden omdat wij als school constant bezig zijn om het onderwijs te vernieuwen. Om het onderwijs aan te passen aan deze tijd. En wellicht juist ook al een aantal passen vooruit te lopen. We kijken naar wat het kind nodig heeft in relatie tot technologie en de maatschappij van nu. En dat past heel erg bij het beeld dat Microsoft heeft van onderwijs in deze tijd. De stappen die wij moeten nemen om te innoveren kun je verdelen in twee categorieën. Enerzijds is dat leiderschap en dan betrek ik dat even op mezelf. En anderzijds zijn dat de stappen voor het team. Ten aanzien van leiderschap vind ik het van belang dat als je een ambitieuze visie uit wilt stralen en uit wilt dragen, dat je sturend bezig bent. Jij bent degene die samen met het team de koers heeft uitgezet en die moet je bewaken. Daarnaast moet je je juist heel dienend opstellen. Wat heeft het team nodig om hen op een hoger plan te trekken? Daarnaast ben jij degene die steeds de visie toetst en die ervoor moet zorgen dat je steeds 5 of 10 stappen vooruit bent. Dus niet op de korte termijn denken, maar op de lange termijn. Het resultaat van deze innovaties is onder andere dat de integratie van 21st Century Skills en technologie in relatie tot opbrengsten heel goed samengaan. Dat hoeft voor niemand een belemmering te zijn. Het is belangrijk dat je een hoog ambitieniveau hebt. Daarnaast zorgt het voor meer gemotiveerde leerlingen en medewerkers. Zorgt het voor flexibiliteit in je leeromgeving, omdat je de technologie gebruikt op alle momenten, anywhere, anytime. En daarnaast genereert het ook constante ontwikkeling op welk niveau dan ook, bij de leerling, bij mij als leider en bij mijn leraren. Ik ben trots op het feit dat het hele team nog steeds zo volop in ontwikkeling is en blijft. Die drive die is er nog steeds. Die leraar als ontwerper die eigenlijk nooit klaar is om te leren. En Microsoft ondersteunt ons daar heel erg bij om die weg te vervolmaken en verder op te gaan. En daarnaast houd ik nog steeds een droom om het voor de kinderen in de tijd van nu, maar ook voor straks, het onderwijs zo in te richten dat het een feest is om iedere dag naar school te gaan. En dat houdt in dat technologie daar een hele nadrukkelijke plek in moet krijgen.